Een aantal journalisten onder leiding van de Surinaamse Vereniging van Journalisten, SVJ, heeft vanmorgen een stil protest gevoerd voor het gebouw van de Nationale Assemblée. De groep protesteerde in het kader van de zware afbreuk van vrije meningsuiting en persvrijheid bij het incident waarbij collega Jason Pinas op 14 december is mishandeld door beveiligingsmannen van vicepresident Ronnie Brunswijk. SVJ-penningmeester Harvey Panka zegt dat een belangrijke basisprincipe van de grondwet is geschonden. We zijn hier omdat we hebben gezien dat het eigenlijk een van de basisprincipes van de grondwet, vrijheid van meningsuiting, op basis van welk journalisten hun werk kunnen doen, eigenlijk met de voeten is betreden. En daarvoor vragen we dringende aandacht. En dit kan niet gebeuren. Want als we kijken naar incidenten tussen de VP en de pers, ook toen hij geen VP was, dan als je dat moet invullen op een lijst, heb je een kilometerlange lijst. Altijd is deze man bezig journalisten onheus te behandelen. Ook ik heb een aanvaring met hem gehad toen de tijd van minister Amavo. Weet je, het is altijd dat deze man niet weet hoe hij met de pers moet omgaan. En nu hebben we gezegd van, nu is nu of nooit. Is enough. Enough is enough. Tijdens het incident is de telefoon van Jason afgepakt. Die mocht hij vandaag met een begeleider ophalen op bureau Keizerstraat. De hele groep journalisten ging mee en Pinas toonde na zijn telefoon te hebben ontvangen zijn foto's aan de collega's en zegt niet in de auto te zijn geweest, zoals wordt beweerd. Die foto's zijn er nog en ik heb ze ook laten zien aan iedereen dat ik niet in de auto was, zoals beweerd wordt. Ik was totaal niet in de auto. Maar ik ben in elk geval blij dat ik mijn telefoon terug heb. Hoe is het gegaan binnen? Is het heel makkelijk gegaan bij je directeur? We hebben een hele correcte behandeling gehad van de politie, zoals het zou moeten zijn. Hebben we heel correcte behandeling. Ze hebben ons met hun tijd uitgelegd wat de procedure is en waarom het zo moet gebeuren. Ik heb getekend voor ontvangst en ik heb mijn telefoon nu weer. De SVJ vraagt naar zeggen van bestuurslid Panka dat Brunswijk formeel zijn excuses aanbiedt en dat indien hij dat nalaat, de president hem corrigeert. Intussen heeft ook de ambassade van de Verenigde Staten van Amerika middels een schrijven bekendgemaakt dat ze het incident ten zeerste afkeuren en het onafhankelijk onderzoeksproces van de justitiële autoriteiten aanmoedigen.